Na 7,5 jaar nam Hans Ouder Luttikhuis afscheid als voorzitter van Stichting Natuurhuis Almelo. Het werd een druk bezochte bijeenkomst, grotendeels informeel, die muzikaal werd opgeluisterd door Anja Landkamp. Ouder Luttikhuis speelde een belangrijke rol bij de uiteindelijke totstandkoming van Doeppark De Hagen en het Natuurhuispaviljoen daarin. Wat voor uitdagingen kwam je tegen? Ja, dat waren er nogal wat. Goede maatjes worden, dat was de grootste uitdaging. Met de gemeente, met ambtenaren, met de wethouder, met de buurt. Wantrouwen wegnemen. Dat was de eerste grote uitdaging. Tweede was, hoe krijg ik dit netwerk voor elkaar om hier vrijwilligers bij te krijgen? Zodat mensen enthousiast worden, de verenigingen enthousiast worden. Nou ja, je had natuurlijk wel die verenigingen die meededen. Hè? Het KNNV, laten we ze opnoemen. Het NIVON, ja. Het IVN en het Iemenschoor niet te vergeten. En wie vergeet ik nou nog? Ah, Astrona. Ja. Ja, en de groeien bloeien mensen. Ja. Astrona groeien bloeien. We hebben 6 verenigingen en die zijn natuurlijk enthousiast. Maar daarnaast hadden wij ook behoefte aan mensen met een bepaald specialisme. En we zagen dat met name bij de bouw van het natuurhuis, het gebouw zelf, dat daar heel veel mensen op afkwamen die een specialisme hadden. Die kwamen voorbij fietsen, even aanlopen en die zeiden van, goh, hebben jullie nog hulp nodig? Kan ik een beetje helpen? En in korte tijd hadden wij een heel grote database met vrijwilligers bij elkaar, van buiten de verenigingen. Nou, dat was fantastisch. Naast alle fantastische vrijwilligers vanuit de vereniging natuurlijk. Maar dat was natuurlijk ook het doel, hè? Om de natuur eigenlijk, de liefde voor de natuur, het zorgen voor de natuur, om dat buiten die verenigingen te brengen. Ja, ja, wij wilden, zoals het vorige bestuur al zei, een groene beweging op gang brengen. En dat kun je niet alleen met de eigen mensen van de verenigingen. Dat kun je wel, maar die zijn in feite al geïnteresseerd in groen. Wat je wilt is dat ook andere mensen zich verbonden voelen met wat je wilt presenteren. En dat, nou ja, dit was ooit de enige locatie die daarvoor uitermate geschikt was. En vandaar dat we dus hier volop in hebben gezet. Wij kunnen best wel wat vrijwilligheid bijgebruiken. Onze bestand vrijwilligers wordt ouder. En ik ben nu zo'n 7,5 jaar voorzitter geweest. En ik zie ook dat mensen ouder worden. En ja, op een gegeven moment houdt de fysieke inspanning, of welke inspanning je ook verricht voor de natuur, is dat wordt wat minder. Dus wij missen een heleboel mensen in de doelgroep tussen, of in de groep tussen 30 en 50. Daar zouden wij echt graag meer gebruik van willen maken. Dit fantastische project wat we met elkaar hebben gedaan, dat was niet tot stand gekomen zonder onze geweldige vrijwilligers. We hebben in het begin een beroep gedaan op een paar mensen, Hans van Gerwen en Martin Peters, om de vrijwilligers te werven, ronselen zou ik bijna zeggen. En die hebben dat geweldig gedaan, tot op heden zelfs. En ik zie nog steeds in de appgroepen voorbij komen dat er af en toe iemand weer vrijwilliger wordt. Ik heb het in het begin gezegd van toen ik als voorzitter was, de vrijwilligheid, de vrijwilligers, dat is het goud van de stichting. En dat is nog steeds zo. En zonder de vrijwilligers komt dit niet tot stand. Je kunt als bestuur willen wat je wil, maar heb je de mensen niet die erachter staan, komt het niet tot stand. Dus alle vrijwilligers, van harte voor al die jaren en voor jullie inzet. Dankjewel.